Deze week in Straatsburg. Terwijl in Nederland de verkiezingscampagne op volle toeren draait, hadden we het hier in Straatsburg ook druk. Vier dingen die ik eventjes hier naar voren breng, waarover deze week hebben besloten en gestemd. Het was deze week Weefselweek. In ieder geval drie van de onderwerpen gaan daar min of meer over. 1 over kledingmaten, 2 over orgaandonatie en 3 over plakvlees. En het vierde waar ik het even over wil hebben is over de richtlijn energieprestatie gebouwen. De textiel. Tot nog toe was het zo dat als je naar kledingmaten ging kijken, dat je Italiaanse maten had, Franse maten, de Britse maten of de andere Europese maten. Dat is nu voorbij. In de Europese Unie krijgen we nu 1 kledingmaat. En dat is wel handig, zodat je nooit meer misgrijpt als je uiteindelijk naar die leuke jurk of naar dat mooie hemd grijpt. Andere wat we hebben besloten is orgaandonatie. Organen kunnen makkelijker over de grens. We hebben niet zo heel erg veel ter beschikking. Maar door deze nieuwe regeling kunnen we dat weinige wat er is beter met elkaar delen. Het derde. Plakvlees. Nou, ik vind het ontzettend smerig klinken. Gelukkig een heleboel anderen ook. En daarom hebben we gezegd dat dat niet moet kunnen. Dat je kleine stukjes vlees aan elkaar plakt. Alsof het nieuw vlees is. Dat gaat helaas niet meteen in. Ik hoop op volgend jaar dat u geen plakvlees meer in de winkel aantreft. Het vierde, energieprestatiegebouwen, is eigenlijk een hele belangrijke. Het klinkt moeilijk, maar het gaat de wereld veranderen. Want in 2018 zijn alle publieke gebouwen, alle overheidsgebouwen energiezuinig. En in 2020 zelfs alle nieuwbouw voor iedereen die nieuwbouw wil wonen. Dat was de week in Straatsburg. Volgende keer weer andere dingen.